Ik kwam hier om 6:15, half zeven binnen en alles zat onder water. Wat dacht je toen je binnenkwam? Ja, ik ga zwemmen. Ik word helemaal gek van. Daar werd ik gek van. Maar ja, je moet net voor die tijd open. Ja, dan denk je, nou, dat gaat niet goed komen. Maar even rustig blijven en dan komt het wel weer goed. Niet alleen Jos was de dupe, want zo werden ook 12 van de 13 avondvierdaagses afgelast. En de Edese bedrijfsleider Victor Blanket was in zijn lunchroom en ontdekte hoe heftig de buien waren. We hebben hier waterschade gehad. Na de flinke hoosbui van het begin van de avond kwam het hier boven met bakken naar beneden. In Ede lijkt de meeste schade te zijn. Van de meterkast tot aan de stopcontacten. Alles moet worden afgesloten om kortsluiting te voorkomen. En daardoor is de schade aanzienlijk. Het kwam gewoon door het plafond heen. Het was gewoon niet normaal. Zoals het buiten regende, regent het eigenlijk ook hier bij ons binnen. Nou, als je hierboven kijkt, dan zie je dat het water nog nadruppelt. En we wachten op de volgende bui. Want er komt nog veel meer aan, heb ik me laten vertellen. Boven het plafond van de zaak loopt de hemelwaterafvoer die de hoeveelheid water niet aankon. En begon te lekken boven het systeemplafond. Ook onze buren hebben eveneens waterschade gehad. De Flamingo, bloemenwinkel, kruidvat is het plafond naar beneden gekomen. Dus het is toch echt wel een serieuze waterschade. Het grootste probleem tot nu toe, dat zullen waarschijnlijk de producten zijn die ik op voorraad had en weg heb moeten gooien. En ook nog weg ga gooien, want een gedeelte van de stroom is gewoon uitgevallen. Waaronder ook de koelingen. Kijk, als je de kroketten voelt. Nou, dit komt uit de vriezer. Nou, dit is. Ja, daar kan je. Daar kan je niks meer mee. Ja. En dat zijn enkel dan de kroketten. Maar praat je dan over honderden of duizenden euro's? Nee, je praat wel over duizenden euro's. Ja, 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 ja. Gegarandeerd. Houd moed, zeg ik altijd, en doorgaan. Zo hoort het ook. En dat doe ik hier al 36 jaar, dus we hebben wel eens klapjes gehad. Maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Daar word ik een beetje ziek van eigenlijk. Maar ja, ik hoop dat het goed komt dat de huurbaas er ook eens een keer wat aan doet.